Franse Dolomieten, Zuid-Frankrijk, Route Napoleon, de Elzas, de Belgische Ardennen. Heerlijke wegen om met een stuurmanswegen, zoals een Donkervoort, zoals deze, of met een Smart Roadster, Lotus Elise, om daar lekker te knallen. Ja, om lekker met vakantie te gaan. Ja, kijk wat hier staat. Superklein autootje, bagageruimte waar alleen je tandenborstel erin kan. Als je dan op vakantie wil gaan, ja, dan pak je deze auto en dan moet je je bagage, je vakantiekleding, al je vakantiespulletjes, die moet je dan per DHL naar je hotelkamer laten versturen. Ja, of wat een ander idee is, je laat een trekhaak onder je dagelijkse auto monteren. Je huurt of koopt een autoambulance, daar zet je je auto op en dan rij je richting Zuid-Frankrijk of naar Italië. Maar er is een alternatief. Er is een alternatief en dat is de koning onder de campers. De Rolls-Royce onder de campers, kan ik het beter zeggen. Kijk eens wat hier staat. Hier staat de Concorde Centurion. Een mega camper. Je eigen appartement, je eigen penthouse. Een lounge op wielen. In dit geval op 3 assen. En dat betekent dat hier een flinke jongen in kan. Deze auto, dit appartement op wielen, heeft zijn eigen garage. Zijn eigen garagebox notabene. Zie hier een autolift. Ja, waanzinnig. Maximum draagvermogen 1170 kilogram. Je moet wel even rekening houden met de lengte van de auto. Ga ervan uit dat je die Donkervoort, die past erin. Die is 3,40 meter lang. Deze versie is net iets te breed. Maar zijn voorgangers passen er perfect in. Smart Roadster. Natuurlijk die Classic Mini. Hè? Ook zo'n leuk kek stuurmansautootje. Die past hier gewoon in. Waanzinnig. Via een app of via de knop aan de zijkant laat je die lift naar buiten komen. Je rolt of je rijdt die auto hier op het plateau. Vervolgens stap je uit. Je vergrendelt hem natuurlijk, hè, met van die spanbanden. En je laat hem automatisch hier achterin deze vrachtwagen laat je hem opbergen. En kijk eens wat een garagedeur dat erop zit. Hè? Absurd. Ja, maar heel die camper is absurd. Laten we van de gelegenheid gebruik maken om deze camper, wat ik al zei, de Rolls Royce onder de campers, om die aan je te laten zien. Dit is, ja, mega. Lengte van de auto, 12 hele meters. Hij is 3,85 meter hoog, 2,50 meter breed. En bij die breedte moet ik gelijk even een aantekening plaatsen. Want als we naar de linkerzijde gaan, dan zul je nu zien dat die zijkant strak is. Maar heel deze unit, die kan nog eens een keertje 50 centimeter verder naar buiten. Maar dat laat ik je, als je erin zit, laat ik dan je zien. En je ziet het al, hè, aan die neus van die vrachtwagen. Dit is een neus, de fraaie neus moet ik zeggen. Ik vind het een prachtig design van een Mercedes-Benz Actros. En heel de chassis en de aandrijflijn stammen af van die Mercedes vrachtwagen. En dan gaat hij naar Concorde, een Duits bedrijf, en die maken er deze opbouw van. Ik begreep van Concorde servicepartner Hans Dekkers dat er van dit exemplaar maar 10 in Europa zijn. Waanzinnig, hè? Nou, je ziet het, de deur staat open, het trapje is al automatisch naar buiten geklapt. En voor de ontgrendeling van de deur, hier zit een cijfercode. Of je gebruikt de app, of je gebruikt natuurlijk de sleutel aan de deur van de cabine. Maar we mogen in deze excentrieke camper mogen een kijkje binnennemen. Welkom aan boord. Welkom in de Concorde Centurion. Concorde, klinkt dus een vliegtuig. Nou, als je hier binnenkijkt, heb je het gevoel dat je in een privéjet zit. De unit is naar buiten geschoven, dat zie je al misschien. 50 centimeter extra, dat betekent dus 50 centimeter extra loopruimte. Maar ook eens, kijk eens even naar die keuken. Dit deel, uitschuifbaar. Mooi, hè? Net alsof het marmer is. Laten we beginnen met de voorzijde.
4 luxe captain chairs hier. Het is officieel een 4-persoons camper. Wat ik al zei, gebaseerd op die Mercedes-Benz Actros. Dus het dashboard stamt ook af van die Mercedes. En let gelijk even op dat scherm bovenop het dashboard. Deze auto is voorzien van een 360 graden camera view. En daardoor heb je een mooi zicht rondom de camper. Wat natuurlijk fantastisch is als je moet manoeuvreren. En over manoeuvreren gesproken. Deze auto heeft een meesturende achteras om de draaicirkel zo beperkt mogelijk te houden. En dit is dan het compartiment van de chauffeur. Hier kunnen zijn gasten zitten. Ja, dit is werkelijk business class. Business class op wielen. Klappen we even naar voren toe. Even voorzichtig. Het is natuurlijk niet mijn auto. Helaas moet ik zeggen, want dit is toch wel fantastisch. En als je dan deze knop drukt, dan zie je al, kijk eens wat er gebeurt. Daar komt een volwaardig 2-persoons bed komt er tevoorschijn. Afmetingen 2 meter bij 1,60 meter. Ja, en dan is het niet zo dat je moet klauteren om erin te komen. Nee, er is wel een net trapje bij geleverd. Die dan netjes hier achter de rand van het bed doet. En dat je dan zo kan instappen. Ja, 2-persoons bed. Let ik even op die tafel. Sowieso die stoel, hè? Dat zei ik net al. Let ik even op die tafel. Dit kun je uitklappen. Kijk, mooi subtiel weggewerkt in de boot. Als je hem loslaat, staat hij ook vast. Altijd makkelijk voor tijdens het rijden. Ook al moet je hem natuurlijk inklappen. En dan heb je een tafel waar je met z'n vieren aan kunt zitten. Zelfs vanuit deze luxe fauteuil. En over een luxe fauteuil gesproken, echt. Leder bekleed. In dit geval in een mooie crème-witte tint. Maar die crème-witte tint, er zijn 100 verschillende lederkleuren beschikbaar. En dan zitten hier zitten de knopjes. En je ziet het al. Ik moet niet te lang liggen of hierin zitten, want dan kom ik er waarschijnlijk niet meer uit. Maar hier heb je dus een lekkere luxe fauteuil. Kun je lekker relaxed kijken. En dan zul je misschien denken, kijk je dan vanuit die luxe fauteuil naar buiten? Jazeker. Maar niet als jij dat wil. Want kijk, daar verschijnt een televisie. En vanuit deze luie stoel kun je perfect televisie kijken. Prachtig. Let ik even op dit fraaie detail. Hier zit de audio-installatie van Alpine. Hier zit die speakerbox. Let ik even op die glazen. Allemaal gemerkt met Concorde, de fabrikant van deze, ja, toch wel ultieme camper. Prachtig. Kledinghaakjes uiteraard. Let ook even op die vloer. We gaan nu even kriskras, maar let ook even op die vloer. In de stijl van een mooie yacht. Voorzien van juist vloerverwarming. Vloerverwarming. Kijk even, fantastisch hoe het is afgewerkt. Allemaal bergvakken. Mooie sfeerlampjes. LED-techniek in het plafond. Het plafond zelf, daarin is niks verwerkt. Behalve de verlichting. Kookeiland. Ja, die wasbak. Mooi afgedekt. Inductieplaat. Maar aan deze kant, koelkast. Leuk detail. Die blauwe verlichting, hè. Als je deze camper 's nachts ziet staan, heeft hij een mooi blauw verlichte Mercedes-ster op de neus. Uiteraard, vriezer, oven, afwasmachine. Afwasmachine heb ik zelfs thuis niet. Ik ben zo tevreden over mijn vrouw dat ik geen wasmachine thuis heb. Deze heeft hem gewoon. Maar let even hierop, hè, op dit kastje. Want dit geeft wel aan, ja, hoe high-tech dat deze camper is. Alleen al het aantal afstandsbedieningen heb ik thuis zelfs niet. Deze is uiteraard voor de televisie. Maar voor de andere, daarmee bedien je gewoon heel veel functionaliteiten van deze camper. En dan kun je ook nog op je mobiele telefoon je app installeren, dat je via je app alles kan bedienen. Zoals die garagedeur openen, ja, via de app of de auto
ontgrendelen. En let dan even hier op dit systeem. Natuurlijk heeft deze camper airconditioning. Maar in 5 verschillende zones heeft hij die verdeeld. En als je dan hier kijkt, dit scherm, Concorde Leveling. Slide Leveling. Klik je op Leveling. Ja, deze auto, vrachtwagen moet ik zeggen, die kan zichzelf waterpas zetten. Dus ook als je hier in die camper loopt, die camper die beweegt niet. Heel die vrachtwagen is alsof het een blok beton is. Hij staat op 4 poten nu van EP. Maar wat je ook kan doen, hij doet automatisch, zet hij zichzelf waterpas. Dat kunnen we hier ook zien op dit kleine deel. Maar je kunt ook zeggen dat hij juist schuin moet komen te staan. En dat is weer een voordeel als je die vulwatertank wil laten leeglopen. Dan stroomt het water stroomt er gewoon uit. Deze auto heeft een tank van plus minus 480 liter aan schoon water bij zich. Heeft hij een tank van bijna 400 liter voor vuil water. Ongekend, hè? En die afstandsbedieningen, wat ik al zei, voor de televisie, voor de airconditioning, noem maar op. Mooi weggewerkt achter die chic-ogende kastjes. Oven. Badkamer. In marmerstijl uitgevoerd. Regendouche. Sproei. En als je dan zegt, ja, maar het is jammer om het interieur van deze camper, om die vuil te maken. Aan de buitenzijde heb je ook een douchekop, zodat je eerst buiten je bijvoorbeeld kan afspoelen. Maar je kunt natuurlijk ook even je hond afspoelen. Of je fiets. Of natuurlijk even buiten gewoon je auto wassen. Dat kan ook. Mooi, hè? Ja, fantastisch. Ik vind het gewoon geweldig. Ook met die raamjaloezieën, met die horretjes erin. Dit is ongekend. Het straalt zoveel luxe uit. En dan hebben we hier, achter deze deur, de master bedroom. Met een bed van 2 meter bij 1,80 meter. Aparte airconditioning unit. En hieronder bevindt zich dan die garage waar dan je auto geparkeerd staat. En voor die garage kun je zelfs een apart alarmsysteem bestellen. Overigens, voor de rest van de vrachtwagencamper kun je ook een alarmsysteem bestellen. Ja, ongekend, hè? En dan heb je het over een geïntegreerde wifi systeem. De luxe is gewoon op en top. Dit is toch wel next level kamperen. Ik denk als je deze auto thuis op je oprit zou zetten en je zou er gewoon een nachtje in slapen, dat je dan al helemaal het vakantiegevoel hebt. Dat je dan al helemaal relaxed en gewoon helemaal ontspant. En als je het mij vraagt, heeft deze auto maar 1 nadeel. Heeft hij maar 1 nadeel. En dat is, die slaapkamer bevindt zich boven de garagebox. En wat was er dan niet mooier geweest als je hier een glazen deel had en in je bagageruimte mooi van die ledlichtjes. En dat je dan gewoon vanaf die stoel door het raampje naar je verlichte garagebox kan kijken. Waar dan jouw Abarth 500, Donkervoort D8, Renault Sport Spider wellicht, of die Classic Mini staat.